Welkom bij Do It Zelf Ideeën. Dit is Barbie. Ik heb niet zo lang geleden voor haar een nieuwe bikini gemaakt, je ziet hem hier. Ik vind hem heel goed gelukt. Als je wil weten hoe het werkt, hoe je zo'n bikini maakt, kijk dan naar de andere video. Maar bij deze video wil ik ook nog een mooi strandkapsel maken. Want met haren zo naar beneden kan het best warm worden in de zomer. Ik wil een kapsel maken waarbij een deel van haar haar is opgestoken in een dotje en de rest naar beneden kan hangen. Ik denk dat ze zo'n kapsel half up, half down noemen, maar ik ben niet zeker. Voor het kapsel ga ik een lintje gebruiken. Dat is ongeveer 30 centimeter lang. Je kan het eigenlijk bij alle Barbies doen met langer haar. Mijn Barbie heeft voor een Barbie vrij korte haren, maar er is nog meer dan genoeg over om een dotje mee te maken. Dus je verdeelt de haren in een bovenste en een onderste stuk. De haren bovenaan neem je allemaal samen. De haren onderaan die laat je gewoon loshangen. De haren bovenaan die draai je dan op. Na een tijdje ga je automatisch een dot krijgen. Zorg ervoor dat het haar dat uitsteekt aan de achterkant zit. Houd alles goed vast. Het is ook makkelijk om dit met tweeën te doen, want anders is het best een geprut. Wikkel dan je lint rond het dotje. En doe het een paar keer. Maak een knoop achteraan. En als je wil, kan je er nog een strik bij maken. Dit kapsel kan je natuurlijk ook zelf uitproberen. Op jezelf dus, niet op een Barbie of een andere pop. En dit is dan het resultaat. Met dit frisse kapsel kan ze gerust het strand op. Als ze dan wat zweet, dan hangt er geen haar in haar gezicht. Dat werkt dus ook bij jezelf. Dus als je zelf naar het strand gaat of als je het warm hebt, steek dan een deel van je haren op. Het kan heel aangenaam zijn en het is een heel modern kapsel. Het is helemaal in. Laat bij de reacties weten wat jullie van dit kapsel vinden. Zouden jullie je Barbie zo'n kapsel geven? Zouden jullie het zelf uitproberen? Ik ben heel benieuwd. Er is een glittersteentje gaan zwerven. Dat komt van haar broekje. Als jullie het een leuke video vonden, geef me dan een thumbs up. Vergeet ook zeker niet de andere video te bekijken waarin we de bikini maken. Heel erg cool en het ging ook heel vlot. En dan hoop ik dat ik jullie nog eens terugzie bij een volgende video. Vergeet je ook niet te abonneren, dan mis je nooit ook een filmpje.